Vandaag kwam in het nieuws dat FlatEx, de Nederlandse broker, DEGIRO gaat overkopen. Hoe zit het nou precies? Dat ga ik in deze video met je bespreken. Hey, mijn naam is Tim van langzaamrijker.nl en op mijn kanaal praat ik over beleggen, geld verdienen en geld besparen. In deze video vertel ik je meer over het nieuws dat vandaag naar buiten kwam. Vandaag, 13 december 2019, kwam naar voren dat de Duitse broker FlatEx, de Nederlandse concurrent, DEGIRO gaat overkopen. Hoe zit het nou precies? Nou, vandaag kwam een nieuwsbericht naar voren dat de Duitse online broker FlatEx dus een stap gaat nemen in de markt door DEGIRO over te gaan kopen. In totaal gaat het om een bedrag van 250 miljoen euro, wat FlatEx neerlegt om DEGIRO over te nemen. En dat zullen ze deels in aandelen betalen, maar ook deels in contanten. En daar wil ik even iets dieper op ingaan. Je zal misschien denken, hoe kan het nou dat FlatEx, een nieuwe broker, DEGIRO, die al jarenlang in Nederland zit, over gaat kopen? Nou, dat zit eigenlijk zo. DEGIRO is inderdaad al jarenlang actief in Nederland. Maar FlatEx is ook al jarenlang actief, maar dan in Duitsland en in Oostenrijk. In Duitsland is FlatEx één van de grootste brokers en in Oostenrijk is het zelfs de grootste broker. En ja, op die manier zijn ze dus steeds verder uitgegroeid en ze willen op deze manier met de overname van DEGIRO natuurlijk een stap zetten om in Europa verder uit te breiden. Als we nou kijken naar de waarde, FlatEx heeft op dit moment een waarde van 439 miljoen euro. Het is namelijk gewaardeerd op de beurs, dus je kan gewoon aandelen van FlatEx kopen. Dus 439 miljoen, terwijl het bod wat ze nu hebben gedaan, of het bedrag waarvoor ze DEGIRO willen overkopen, dat is 250 miljoen, dus ongeveer de helft van de waarde van FlatEx op dit moment. Nou, hoe betaalt FlatEx dat nou? Op dit moment hebben ze 23,6 miljoen in contanten betaald voor DEGIRO. Daarmee zijn ze voor 9,4% aandeelhouder van DEGIRO, dus eigenaar. Dus voor een kleine 10% eigenaar van DEGIRO, dat is een eerste stap. Daarnaast hebben ze nog een 36 miljoen euro aan contanten gereserveerd om in de toekomst een volgende stap te gaan zetten om nog meer eigenaar te worden van DEGIRO. Daarnaast gaat FlatEx aandelen uitgeven. Daarmee willen ze eigenlijk de eigenaren van DEGIRO uitkopen. Ze willen 7,5 miljoen aandelen uit gaan geven om zo uiteindelijk DEGIRO in zijn geheel over te gaan nemen. Nou, FlatEx en DEGIRO hebben samen zo'n 700.000 gebruikers in Europa. Samen zouden ze dus echt een van de grootste brokers in Europa worden. Je ziet dat in Amerika een aantal hele grote brokers zijn, hè? Bijvoorbeeld Robinhood. In Europa zie je nogal meer losse aanbieders. En op deze manier zul je zien dat FlatEx een veel groter deel van de markt naar zich toe gaat trekken. Nou, wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? FlatEx denkt dat de totale afronding, dus echt overname, het tweede kwartaal van 2020 kan plaatsvinden. Dus het zal begin van de zomer van volgend jaar zijn. Tot die tijd zullen ze langzaam maar zeker zichzelf steeds meer inkopen in DEGIRO. En voor ons als beleggers is het de vraag wat dit ons gaat brengen. Ik kreeg vandaag toevallig al meteen een vraag via Discord van een beginner die eigenlijk van plan was om te beginnen met beleggen op DEGIRO. Die zegt: Tim, moet ik nu eigenlijk wel een DEGIRO-account aanmaken? Wat mij betreft kan het gewoon prima. Je weet namelijk helemaal niet wat er gaat gebeuren. We weten niet of dadelijk DEGIRO FlatEx wordt. Dus dat je maar één platform hebt en dat FlatEx is. Of misschien wordt FlatEx wel eigenaar van DEGIRO, maar heb je daar nog steeds twee platformen. Mensen vragen, blijft de kernselectie van DEGIRO nog wel? Of gaat FlatEx dadelijk in één keer transactiekosten rekenen? Allemaal vragen waar we geen antwoord op hebben, waar FlatEx zelf misschien nog niet eens antwoord op heeft. Dus dat zal in de aankomende tijd moeten blijken. Weet in ieder geval dat zo'n overnameproces lang gaat duren. Wat ik al zei, kwartaal 2 van 2020, dus dan zijn we al een half jaar verder voordat de hele overname afgerond is. Daarnaast zijn er nog partijen die er iets van moeten vinden, zoals de AFM bijvoorbeeld. Die moeten uiteindelijk akkoord geven dat de overname mag plaatsvinden. Dus dat is ook nog een punt wat we nog niet hebben gehad. Dus het zijn dan wel plannen, maar de vraag is of ze uitgevoerd gaan worden. De kans is wel groot. En als ze uitgevoerd gaan worden, wat dan de resultaten uiteindelijk dat gaat veranderen voor ons als beleggers en hoe de platformen daarmee omgaan.
Wil je nou op de hoogte blijven van wat dit voor jou als belegger betekent? Dan is mijn tip om lid te worden van het Discord-kanaal van Ruud van eenpassiefinkomen.nl. Ik zal hieronder in de beschrijving even een linkje toevoegen. Daar zitten honderden mensen die discussiëren over allerlei onderwerpen, waaronder het gebruik van verschillende brokers. En daar zullen verschillende mensen ongetwijfeld updates en nieuwsartikelen gaan delen, zodat je op de hoogte blijft van de vorderingen van de overname van Flattex richting Degiro. Nou, vond je dit nou een leuke video? Laat dan even blijken dat je het interessant vond en dat je het ook leuk vindt dat ik de moeite neem om even een korte update te geven door een duimpje omhoog te geven. Dat waardeer ik enorm. Daarnaast nog even een heads up voor de mensen die nog steeds aan het kijken zijn. Ik heb al eerder aangegeven dat ik een winactie heb. Ik ga AEX aandelen weggeven. Tot nu toe is er echt maar een handjevol mensen dat eraan meedoet. Dus de kans dat je wint is echt super groot. Dus wil je gratis AEX aandelen winnen? Ga even naar mijn kanaal. Daar vind je verschillende video's met daaronder één video die gaat over het winnen van die gratis AEX-aandelen. Leuke actie, doe gewoon mee en wie weet mag ik jou volgende maand verblijden met een gratis aandeel. Wil je nou op de hoogte blijven van mijn video's over beleggen, geld verdienen of geld besparen? Abonneer je even op mijn kanaal en hoop ik je snel terug te zien bij een volgende video.